Oké, okay, dames en heren, welkom bij de nabeschouwing van de wedstrijd Waasland-Beveren-Westerlo. Een wedstrijd geëindigd op 0-0. Bij ons uiteraard traditiegedrouwde twee coaches en ik ben benieuwd naar hun analyse van deze wedstrijd. Ik ga uiteraard beginnen met de bezoekende coach, Shaquille Mathijs. Goedenavond, welkom op de Vreedhiel 0-0. Juiste uitslag volgens u? Bah, ik denk het wel. Um... Ik denk dat de twee ploegen allebei te lijden hadden onder het feit, ay, voor ons was het alles sinds derde match in uh, zes dagen. Um, dat weet je tot... Uh, nou, Vermits Beveren speelt ook eigenlijk bijna altijd met uh, dezelfde mensen. Dus uh, aan hun kant waren het er ook uh, waarschijnlijk jongens ook minder fris dan ze normaal horen te zijn aan de start van een wedstrijd. Dat was bij ons ook zo. En ik denk dat we dat eigenlijk de hele wedstrijd gezien hebben. Um, betere voetbal was van hen. Eerste helft uh, met een paar, uh, een paar goede fases, vandaar ook de keuze om uh, tweede helft uh, naar, uh, naar twee spitsen te gaan om toch, uh, ja, hoe ga ik zeggen, wat meer uh, gevaarlijk te zijn, wat meer druk vooruit te zetten en dan zijn ze eigenlijk ook hun voetbal verloren en uh, dan had je het gevoel dat deze wedstrijd ja. te weinig ideeën, te weinig fantasie, te weinig klasse. Maar nog een keer denken aan de vermoeidheid aan twee kanten had om uh, die ene actie uh, te laten lukken zodanig dat er een ploeg op voorsprong komt. Dus wij zijn tevreden. Uh, het is één punt, natuurlijk hoop je altijd op meer en beter, maar met dit ene punt uh, houden wij, ja, laat me zeggen, wat de score morgen ook wordt, in Moeskroon houden wij die club sowieso achter ons en houden we opvoeling zowel met Beveren en met Eupen. Ofwel blijft Moeskroen verder achter. Dus dat kan wel eens een zeer belangrijk punt zijn voor ons. Wat was de ambitie om naar hier te komen? Want je zegt: Ik ben blij met het punt. Was dat ook jouw uitgangspunt? Nee, de ambitie, ik denk voor elke trainer, is altijd elke wedstrijd winnen. Dus dat is bij mij niet anders dan bij iemand anders. Oké, dankjewel. Alsjeblieft. Siremir Janeschki, uw collega zegt een juiste uitslag, 0-0. Bent u het daarmee eens? Oké ik denk dat we begonnen aan de wedstrijd met intentie in deze wedstrijd zeker te winnen en, uh, en als uh, als we bekijken zeker de eerste half we waren meer in de balbezit we creëerden paar goede kansen en we hadden ook geen look bij de fase toen Koos trapte naar een voorzet en de uh, verdiepingen weer moest wedstrijd stond de op de lijn dan we een paar uh, uh, schotten, maar de keeper speelde ook uh, twee keer goed ik dacht we hadden uh, zes corners tegen een uh, nul, ook in totaal van de, de wedstrijd, meer balbezit. En uh, als hij als één ploeg uh, zeker de eerste half uh, voorsprong moest komen, waren wij. Maar uh, dat wordt uh, uh, dit seizoen moeilijk. Uh, uh, dat probleem wordt, uh, te scoren. We scoren moeilijk, dat iedereen weet. In de tweede helft, zoals Jacques zei, okay, ze probeerden ook met de twee spitsen. En nu zien in uh, uh, even in uh, opbouw, we waren er uh, iets geslordig. En ik denk dat er uh, iets te maken, zeker toen uh, ik Langille bracht. Okay, uh, iedereen weet de kwaliteiten van Langille. En uh, de spelers waren zo vreed. En ze dachten, nu is uh, Langille ons zal brengen met een flits. Maar ze vergeten dat in de eerste tien minuten, uh, ze speel, oh, speelde alleen op Pings. Mm. op pijmen moesten vijf uh, of acht keer een, een wel actie of sprinten zonder en dan uh, we vergeten onze rechtse kant en als je bekijkt de, 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 de kansen in de tweede helft die we hadden we Gano hadden of uh, we Sharif uh, we alle kansen kregen in feite op de rechtse kant omdat hij was daar de ruimte de Westlojoes oriënteren op, op L'Angil. En wij, wij speelden dat niet slim uit. We speelden elke keer op hem. zelfs als hij was één of twee verdedigers zoekten dat En dat, we hebben vandaag echt niet geholpen in de plaats rustig te blijven. En uh, zoeken de momenten, één uh, of andere flanken. En dan kostte ook uh, bijvoorbeeld de uh, of uh, situatie creëren voor hem één tegen één. Uh, uh, en waar is ze zeer uh, sterk? En uh, we hebben dat. Uh, uh, niet zo goed geholpen, ik kan zeggen. En uh, natuurlijk, uh, uh, vandaag uh, ik hoopte op drie punten. Uh, maar uh, en, uh, met deze 0-0, uh, uh, je bent uh, oké, okay, ontgokeld. Maar het uh, is positief dat vandaag we weinig weggegeven van achter. Uh, dat is positief. Uh, weinig kansen. Tegen wel kansen, dat je ons ook uh, tegen uh, onze eerste avion. Wel beter dan de tweede. Dat kan zijn ook de drie westeren naar elkaar. We speelden misschien met één of twee wissels. Boutou more. en Moren. niet. was alleen de, de wissel van de start in de kotterles en, en de keeper. De rest brajkte dezelfde. Maar het is een jonge ploeg. Uh, nu, uh, nee. Ze moeten verder werken. en uh, hopen dat We hebben zes. Plus de afgelaste wedstrijd en Genk. Uh, je moet uh, zeker twee keer vinden om voor, uh, uh, voor erin te blijven. Ja, wat is het gevoel bij de spelers nu, denk je? Ja, uh, ontgoocheling is hier. Uh, uh, Ik heb even gepraat. Okay, de... uh, ze hebben een maximum gegeven vandaag. Ik ga mm -hmm. niks uh, verwijten van geen speler. En, uh, ze hebben gevochten, weinig fee gegeven, kansen gekregen, Maar oké, je moet. Altijd zoals we eerlijk en ik zeg, okay, we missen ook een beetje de kwaliteit. We eh, zetten iedereen verwacht de goals van Gano, Maar uh, nu is is weg, we gaan opnieuw kunnen het opnieuw herhalen. Maar uh, voor een wedstrijd te winnen, eh, je nodig niet alleen de spits, maar je moet ook de flankspelers, de uh, middenvelders uh, scoren. En dat is bij ons uh, dit jaar nog niet uh, gebeurd. Dus ja. uh, twee mensen, ze scoorden 75% van onze goals. Oké, okay. maar we hopen dat dit de volgende weken opgelost uh, wordt of geraakt. Ja. Dankjewel, Sidemir Jelenski.